Een lekker kopje koffie. Daar start je elke dag mee. Bij mij is die over het algemeen iets groter, zit er melk in. Maar een goede espresso is nooit weg, toch, Richard? Eens. Want jij bent koffieliefhebber en, laat ik zeggen, ben je koffieboer? Dat is een beetje oneerbiedig misschien. Ja, vind ik wel. Wij leveren geen koffie. Wij leveren, we leveren koffie, maar we leveren een kopje koffie. Een kopje koffie. Ja. Maar je komt uit IT. Ja. Waar is dat omslagpunt dan gekomen voor jou om van IT naar koffie te gaan? Ja. Dat is een lang verhaal, maar ik zal proberen kort te houden. In IT wordt veel koffie gedronken. Veel stress, veel mannen. Mannen drinken over het algemeen ook meer koffie. Ik had al een hele slechte koffie op kantoor. Thuis dronk ik wel al goede koffie. En op mijn eigen zaak had ik slechte koffie. En iedereen klaagde er altijd over. Ik denk, ja, waarom heb ik eigenlijk gewoon geen goede koffie op kantoor? Zo'n essentieel onderdeel op het werk om goede koffie te hebben. Toen ben ik op ontdekkingsreis gegaan. Wat wilde ik? Ik wilde verse bonen. Goed apparaat, wat verse bonen maalt ter plekke. Verse melk erbij. Mm-hmm. Dus geen topping of poeder. En dan kwam je toch in een wereld terecht. Ja, een hele ouderwetse markt, de koffiemarkt. Wat is er ouderwets aan? Dozen schuiven. Oké. Okay. Handel. Handel, ja. Geen liefde, maar handel. Geen oplossingen. In IT verkoop oplossingen. Mm-hmm. Je verkoopt geen dozen meer. Je verkoopt nog wel pc's misschien, dat is nog wel een doos. Maar het gaat veel meer om wat je ermee doet. Mm-hmm. Oplossingen. En de koffiemarkt is nog wel heel erg traditioneel. Dat gaat om wel een doos. Hè. Het apparaat wordt neergezet. En vervolgens krijg je dozen met koffie. En zoek het uit. Maar is dat niet voldoende dan? Nee. Want een goede kop koffie is afhankelijk van best wel veel factoren. Het heeft te maken met apparaat uiteraard. Een heel goed apparaat. Wat fijn maalt, wat goed functioneert. Maar dat is maar een derde van het resultaat. Dat bepaalt de koffiebonen uiteraard. Mm-hmm. Zij zeggen, is logisch, maar ik heb toch wel heel veel mensen die denken, als ik een goed apparaat koop, heb ik goede koffie. Nou, het gaat er nog wel om wat je erin doet. Goede koffie komt uit Italië, vinden wij. Maar goed, verse bonen met een bepaalde branding die een bepaalde smaak geven, is heel essentieel. En de derde, niet te onderschatten, is de afstelling. Want je kan een heel goed apparaat hebben, een hele goede koffie, maar als je de afstellingen niet goed doet. En dan neem bijvoorbeeld heel licht, dan drink je water. Heel sterk is het veel te bitter. Mm-hmm. Dus die afstelling is toch best wel een wetenschap eigenlijk. En het onderhoud natuurlijk. Ja, tot slot het onderhoud. Als je afstelling inderdaad goed hebt, dan moet je regelmatig dat nog tunen. En dat doen wij ook altijd regelmatig. Dan gaan we langs bij de klanten, smaakt die koffie nog steeds goed? En hebben we het ook over onderhoud in de schoonmaakzin. Dus verse koffie, verse producten, verse melk. Moet ook goed onderhouden worden, schoongemaakt worden. Dat is wel een belangrijk onderdeel. Want als dat niet wordt gedaan, dan smaakt de koffie ook niet goed. Nee, dan houdt het op. Ja, ik kwam iets tegen bij jou op de site. En dat is, er is maar één weg naar de lekkerste koffie op kantoor. Er is maar één weg. En dan geef jullie deze punten. Eén, ja. De bonen, de automaat, de afstelling. En dan vanaf 25 cent per kopje. En die weg, ja. Daar gaat aan het eind... ik weet de periode dat ik een machine op kantoor had staan. Mm-hmm. Dat was iets van 5 cent per kopje of zo. Uit een Douwe Egbers machine kwam dat. Mm-hmm. En er gingen in wagonladingen ging het er doorheen. Ja. Maar dan zeg jij, dat is geen koffie. Nee. Los van het feit dat 5 cent eigenlijk niet kan. Hè. Heel veel mensen denken, die rekenen met... Goed, hoe kom je aan de 5 cent? Hè? Het punt is dat goede koffie is niet alleen de bonen. Het gaat erom hoeveel gram gaat het in een kopje. In het algemeen wordt er gerekend met 7,2 gram, Italiaanse standaard voor espresso. Maar goed, de dozenschuivers, de traditionele markt, stellen apparaten wel dusdanig af dat daar vaak het dubbel in gaat. Dus uiteindelijk denk je dat je 5 cent betaalt, maar betaal je gewoon al 10 cent, alleen voor de koffie. Nou, dat is maar één onderdeel van de prijs, want het apparaat, vergissen mensen ook in, moet je kopen. Moet je afschrijven eigenlijk, er zit rente bij. Je moet het apparaat verzekeren, het apparaat kan kapot gaan. Er moet onderhoud worden gepleegd, waterfilters elk jaar vervangen. Dus er zitten nog veel meer kosten, en verborgen kosten vaak, voor de klanten die wij in ons kopje meenemen. Ja. Schoonmaakmiddelen niet te vergeten. Typisch zoiets, als je elke dag... Jij zegt eigenlijk die 5 cent is een... Dat kan niet. Nee. Dat kan niet. Geen goede zelfs met instant koffie. Wat over het algemeen goedkoop is. Hè. Instant heb je het over de vriesdroge koffie die je hebt. Of die ingevroren koffiesiroop die je hebt. Zelfs dat red je niet voor 5 cent. Nee. Dus dat kan sowieso al niet. Nee. Maar ik kwam op internet het volgende filmpje tegen. Ja.
Wat ik vind, Richard, is dat ik zie echt in alles wat je doet, zie ik een bepaalde behoefte aan kwaliteit terug. Mm-hmm. Dat geldt voor het filmpje, het geldt voor je beeldmateriaal, het geldt voor de manier waarop je naar teksten kijkt. Hoort dat ook bij het genieten van koffie, dat al die onderdelen zo perfect op elkaar afgestemd moeten zijn? Ja, dat zie je goed. ik denk dat de devil is in de detail. Dat is een mooi spreekwoord. Dat is ook zo. Aan het kopje koffie ook. Als je maar één ding niet goed doet. Afstelling bijvoorbeeld. Of niet goed schoonmaken. Niet de goede bonen gebruikt. Dan merk je dat terug. Sterker, je kan alles perfect voor elkaar hebben. Het kan warmer weer worden. De maalmolens kunnen wat uitzetten. En de koffie smaakt anders. Het zijn hele kleine details die de smaak van de koffie bepalen. Ja, en als je dat onder controle wil hebben, moet je best wel veel voor doen. Nou, laten we eens kijken. Ik kwam een publicatie tegen. En sowieso, daar zeg je, als je een keer echt goede koffie hebt gedronken, wil je nooit meer terug. Ja. Maar met name ook kwam ik daar iets tegen uit een onderzoek. Ja. Het koffie op de zaak onderzoek. Vertel daar eens even wat over. Want waarom heb je een onderzoek gedaan? De basis is dat wij zien dat er nog wel steeds op heel veel kantoren slechte koffie wordt geschonken. Nou, wat is slecht, maar is dat wat jij slecht koffie, vindt? Of nou wat? Ja, serieus koffie. Maar je denkt, nou, dat drink ik eigenlijk niet meer. Dus, of in ieder geval niet thuis? Nou ja, niet thuis. Ik drink het in het algemeen niet meer. Hè. Dus ja. Instant koffie. Het is eigenlijk gewoon geen koffie. Het is bijna, nou goed, gif is een groot woord, maar het is geen koffie. Ik snap wat je en dan staan de belletjes erop. Ja. En dan hoef ik het al niet. Dus als ik bij een klant kom, in de IT dan. Hè, dan kom ik wel eens bij klanten die zeggen, die hebben dan dat ze koffie zeggen. Ja, hoe kan dat? Dat kan je eigenlijk niet meer serveren. Dus er is best wel nog steeds veel verwerking in de winkel. We dachten, nou ja, laten we dat eens even in kaart brengen. Hoeveel bedrijven vinden zelf dat ze goede koffie hebben? Hebben ze dat dan ook? Wat vinden medewerkers ervan? Dat vonden we gewoon interessant om te weten. En kun je wat vertellen wat de uitkomsten waren? Want we zien daar, wat ik belangrijk vond, is hoe meer werknemers er zijn, eigenlijk hoe lager de cijfer de koffie krijgt. Nou, heeft dat te maken met een kosten? Ja. Dat de druk wordt gezet op de kosten? Ja, dat is heel herkenbaar, dat zien wij ook. Hoe groter het bedrijf, hoe slechter de koffie. Terwijl je zou zeggen, nou, groot bedrijf, mooie grote panden, entree, gastvrouwen zelfs, en dan krijg je slechte koffie. Maar dat heeft te maken met, ook weer opvoeding. De koffie is nog vaak een onderdeel van, het is een kostenpost. Het wordt bij de pennetjes, potloden en papieren en de wc-papier bij spreken ingekocht. Er worden apparaten aangeschaft en vervolgens wordt er bij een kantoorhandel die van alles en nog wat levert ook wat koffie afgenomen. Er wordt ingestopt, er is niet iemand die zich verantwoordelijk daarvoor voelt. Ik denk dat er ook in grote bedrijven toch wel aardig focus op kosten ligt. En zeker de laatste jaren in de crisistijd. Dus alles moest gewoon 10% naar beneden. De focus ligt dan meer op inkoop dan op een onderdeel van de verkoop. Juist. Terwijl je als groot bedrijf zou kunnen zien, wat is dat kost nou echt een kop koffie? En wat levert dat op aan tevreden werknemers? Mm-hmm. En wat levert het op aan je klanten? En je uitstraling? Ja, maar dat zien we hier. Ja. Door goede koffie te serveren aan potentiële klanten straalt mijn bedrijf kwaliteit uit. En dan zie je toch dat bijna een volledig mee eens is. Hè? Dat is, laten we zeggen, dat is toch wel 80% is het ermee eens. Ja, dat is natuurlijk ook heel gek. Want dat kan je bijna ook niet ontkennen. Als jij je komt op de koffie bij je. De klanten komen op de koffie bij jou. Je medewerkers drinken koffie omdat het belangrijk is voor hun werkgenot. Het is een heel belangrijk issue. Aan de andere kant zie je toch de discrepantie, zeker bij grote bedrijven, dat ze het toch niet schenken, niet doen. En hoe komt dat dan? Ja, wat je net al aangaf, is dat het kostenpost is. Maar is dat dan onderdeel van je missie? Ja, dat is precies de missie is daarop gericht. We zien dat er bij de kleine bedrijven heel duidelijk al heel lang een trend is dat er goede koffie is. Ik denk dat dat te maken heeft, de afstand tussen directeur, eigenaar en werknemer heel klein is. Dus het wordt ook sneller besproken, we moeten gewoon goede koffie hebben met z'n allen. En dan kan je als directeur bijna niet meer zeggen, dat doen we niet. Dat wordt sneller gedaan. En bij grote bedrijven gaat het gewoon veel langzamer, die trend, om dat ze door te zetten. Dus wij hebben wel als missie juist die bedrijven ook te overtuigen dat ze die investeringen moeten doen. Ja, want eigenlijk zeg je, goede koffie is een recht. Ja. Nou ja, ik vind een werknemer, maar ook een klant, moet je een goede kop koffie kunnen bieden. En niet, wat ik al zeg, instant. Want je ziet bij grote bedrijven wordt er heel veel instant geschonken. Filter koffie. Nou, daar kan je nog over twisten of dat echt slecht is. Maar vooral instant en siropen, koffiesiropen, die echt letterlijk ingevroren. Aanmaak.
Ja, het is gewoon aanmaak koffie. Ja. Ja. Dat is ook geen aanmaak cola, hè? Ja, ergens. Precies. Dat is het niet, denk ik. Als mensen nou zeggen, ja, ik wil dat meer mee. Ik wil ook een goede kop koffie. Waar moeten ze dan beginnen? Met ons te bellen, denk ik. Ja, en nee, dan? Maar waar ze moeten bij beginnen is, denk ik, is een keer oriënteren op wat ze nou eigenlijk echt uitgeven aan koffie. Dat is de financiële kant. Ja, want het gekke is, kijk, ik snap bij grote bedrijven uiteindelijk elk een kopje koffie wat een dubbeltje extra kost, is toch maal heel veel. Gaat het dan uiteindelijk toch om aardige euro's per maand. Maar goed, dan zeg ik ook wel eens, een groot bedrijf geeft dan misschien nog steeds veel meer uit aan parkeren dan aan de koffie. Maar goed, het is wel een kostenpost. Maar men ziet vaak niet in wat dat eigenlijk is. Wat geven ze nu uit aan inferieure koffie? Nou, die 5 cent, dat is dus al niet zo. Mm-mm. Het is veel meer wat ze uitgeven. We zien dat heel veel bedrijven het ook niet. Ze kunnen het eigenlijk niet ophoesten. Hoeveel koffie wordt er eigenlijk. Ja, ze hebben nog net hoeveel kilo's ze afnemen. Maar ze weten niet meer hoeveel het apparaat gekost heeft. Schoonmaakmiddelen staan bij de post schoonmaak. Dus ze weten niet hoeveel ze daar uitgeven. Ja. Service en onderhoud komt ook af en toe iemand langs. Die maakt het apparaat. Al die facturen. Mensen weten eigenlijk niet eens hoeveel ze betalen. Als je dat inzichtelijk maakt, dan blijkt eigenlijk het verschil tussen slechte koffie en goede koffie. Smaken verschillen, maar goed, je begrijpt denk ik wat ik bedoel. Ja. Dat helemaal niet zo heel veel is. Terwijl een kop slechte koffie misschien ook nog wel schade aanricht. Want je klant denkt van, nou ja. Wat is dit? En ook, ik denk dat er nog een ander ding meespeelt. Over het algemeen zie je bij slechte koffie, instant koffie, filterkoffie, dat er veel meer wordt gedronken. Dus het gaat om kwantiteit. Vijf, zes, komen bij klanten en zeggen, joh, wij drinken 5, 6 koppen per dag, minimaal. Ik weet niet, je hebt deze koffie geprobeerd, daar ga je geen 6 koppen koffie drinken. Nee, dat heeft dan ga ik hier stuiterend in de zaal. Het is kracht. Echt koffie, daar drink je geen 6 koppen van. Dus je gaat uiteindelijk ook minder drinken. Dus netto, denk ik, is de uitgave helemaal niet zoveel meer dan mensen zich in eerste instantie. Dus het begint met het oriëntatieproces van, wat geef ik nou echt uit? En ik vind het ook heel belangrijk dat ze proeven. Je zal er versteld van staan hoeveel mensen offertes aanvragen. Ik wil koffie hebben, nou, dan krijg je een offerte. En wat dan? Prijs per kop, prijs per kilo. En dan gaan ze iemand kiezen. En dan nemen ze dat. Wordt niet eens geproefd. Dat is heel, heel bizar. Maar als we kijken naar de type koffie die jij... Want dat zagen we hier eigenlijk. Hier zie ik dat onderaan. Buscaglione, Rome 1899. Ja. Jij hebt toch echt wel een heel duidelijke voorkeur voor een merk koffie. Ja. Nou, toen wij dit concept begonnen, wilden we het all-in concept waar je betaalt voor een prijs per kop, wilden we ook meteen, nou ja, uiteindelijk blijkt dus het onderdeel koffie helemaal niet zo heel veel uit te maken. Ja, het kost natuurlijk altijd meer dan een goedkope koffie, maar een paar cent extra, je hebt echt goede koffie. Waarom ook niet meteen echt goed? Mm-hmm. En hoeveel duurder is dat dan? Nou ja, je hebt het over centen per kop. Oké. Okay. En dan kan je, ja goed, normaal is dit soort koffie, zeker de Buscaglione, in de horeca betaal je daar gewoon zo 3 euro voor een kopje cappuccino. Of 2,50 voor een espresso. Mm-hmm. Dus als je ziet dat je kantoor dat voor een factor 10 minder kan krijgen, is denk ik wel een pitch. Dus daar hebben we ook echt specifiek voor gekozen. We willen echt goede koffie. En we zijn ook gaan praten. Goede koffie komt uit Italië. We zijn allemaal met de bekende Italiaanse leveranciers begonnen. Bij toeval kwamen we bij dit merk uit. Relatief onbekend, maar... Mm-hmm. Ja, nou goed, smaken verschillen weer, maar het is een hele unieke smaak. Waardoor kenmerkt hij zich? Ja, hij is heel krachtig. Krachtige koffie komt uit Italië. Buscaglione is misschien het is een heel expliciet krachtige smaak. En hij blijft ook heel lang na. Ik denk dat je het nu ook nog steeds proeft. Ja, zeker. Waardoor je ook eigenlijk, dat is ook echt een van de dingen waarom je minder drinkt. Je blijft heel lang verzadigd, zeg maar. Mm-hmm. Je moet dat proeven. De kenners zeggen ook meteen, ja, dit is een hele bijzondere koffie. Je hebt ook heel veel prijzen gewonnen. Als lekkerste koffie van Nederland, door Miset Horeca, meerdere malen verkozen. De importeur van Buscaglione, is gewoon een hele... echt iemand die ook echt de passie heeft voor het product. Mm-hmm. En ook zei van, ja, wij willen dit ook heel graag op kantoren brengen. We zitten in een aantal heel veel horecagelegenheden. Maar op kantoren, willen we dat ook graag. Ja. En dan wel in een bepaald segment misschien. Kunnen jullie ons daarbij helpen? Dus het klikte. Mooie koffie.
paste in ons concept. En ook een goede samenwerking, ik denk dat het essentieel is. Ja, is er nog verschil tussen hoe mannen en vrouwen koffie? Want je zei net al even, mannen drinken meer koffie dan vrouwen. Maar drinken jullie ook anders koffie? Ja, ik denk dat vrouwen sowieso meer melkgebaseerde producten drinken. Latte macchiato, koffie verkeerd. En cappuccino. Nou, zie je dat cappuccino ook heel veel door mannen wordt gedronken. Mm-hmm. In het algemeen zien we dat meer dan de helft van de koffies die uiteindelijk uit onze apparaten komen, cappuccino is. Dus dat is echt heel veel. Maar vrouwen drinken over het algemeen meer met melk. En mannen, espresso is wel echt een mannendrankje. Een straffe bakkie. Ja. Ik ga er nog een nemen. Ja, prima. Oké, dankjewel. Ik doe met je mee.